Yo, Vaco Gamers, Les hier. Welkom terug bij meer avonturen van Johnny en zijn supercoole motor. Johnny heeft ondertussen zijn motor in een of andere barbecue veranderd. Zie dat ding roken aan je. Is echt niet normaal. Misschien dat gewoon komt door dit experimentje dat ik de vorige keer met hem uitgevogeld heb. Om te kijken of hij vastgelijmd staat op zijn motor. En dat was niet het geval. Dus dat betekent dat wij gewoon van die motor af kunnen stappen en hier een nieuwe missie kunnen doen, genaamd Buyer's Market. Hey, Playboy! Jij was dood. De vorige keer dat ik het controleerde. Oh yeah, dat ben ik. Ik ben geen sweetie. En serieus, dit wijf is echt koekoek. Koekoek. Niet Nico, hè? Nico, we krijgen Nico erbij. Vet. Nico gaat met me meekomen. Kom, jongens, dansen. Dansen in die comments, jongen. Come on. Wacht, dat mocht niet meer. Mocht niet meer dansen. Nico, Marty, met je supercoole groene broek. Die stond hem goed. Die stond hem echt goed. Nico, hoi Nico. Echt waar? Hey, wacht even, ik herken deze missie. Dan zit Nico bovenop die, op dat dak zit hij dan. En ik schiet hartstikke mis. Dat deed ik echt bij GTA 4. Ik schoot echt 25 keer mis of zo. Dus ik hoop dat deze Nico beter zijn best doet. Anders is hij ontslagen. Collect a package from Brian. En iemand heeft mijn motor gerepareerd in de tussentijd. Dat vind ik nou aardig. Maar waar is Nico dan? Nico! Misschien is Nico al onderweg. Hoppa! Zieke stuntmotor, jongen. Oh, Nico die is natuurlijk al onderweg. Die heeft er gewoon zin in. Die is alvast vertrokken. Die heeft er zo natuurlijk veel zin in dat hij alvast gegaan is. Oh, paaltjes. Waarom staan de pionnen bij de ingang van de snelweg? Dat is ook zoiets. Waarom staan die dingen daar? Wat hebben ze daar te doen? Alsof ik dan in één keer uitkijk dat daar de uitgang van de snelweg is of zo. Dat kan toch niet? Ik zet dan een paar grote lampen neer. Dan weet ik het ook. En ik heb echt geen zin om tol te betalen. Als ik nou langs rijd, mag ik dan door? Ah, nee, toch niet. Lose the cops. Oké. Ik heb echt geen zin om $5 tol te gaan betalen. Kost me allemaal veel te veel geld en zo. Hoppa, netjes ertussendoor. Lutsers. Ze doen wel ontiegelijk veel moeite om die $5 van me te krijgen, zeg. Man, man, man. Nou, die benzine van die politieauto's, die kost toch wel veel meer dan $5. Zorgen we even dat we buiten deze cirkel komen. Hoppa, en nou weer de remmen. Niet tegen die paal. Goed, zo. Uh-oh. Scheiße! Had ik dan maar wel $5 betaald, dat scheelt me een hoop moeite. Dan moet ik eerst die politieagenten weer kwijt gaan raken. Goed gedaan, Lars. Echt slim. Weet je wat we gaan doen? Gaan kijken of we hier overheen kunnen springen. En... Wee! Nice, op het dak. Knappe politieagent die me dat nou doet. Hoppa, en nog één. Woehoe! Nou kom ik echt naast je ander terecht, denk ik, of niet? Uh-oh. Of er vol bovenop. Eindelijk! Wow, morgen parkeert Johnny. Netjes, jongen. En we zijn de politie kwijt. Hoppatee. Zo doet die Johnny dat, jongen. Als dat geen goede duimpjes waard zijn, die stunt, dan weet ik het ook niet meer. Hoppakee. Hij staat wel elke keer netjes stil als hij springt. Knappe Johnny. Echt ontiegelijk knap. Waar is het? Zijn we er al bijna? Oh ja, we zijn er. Gelukkig. Hallo. Is dat Nico? Hij lijkt er niet eens op. Give me that shit, man. We got a buyer. Wie dan? I don't know why Billy got you to handle this. Not me. I mean, what's up with that, huh? We hoeven het niet van Billy te doen. We moeten het van het wijf doen. Met die veel te grote... Daar moeten we dat van doen. Ik zit de hele tijd daar te kijken. Ik moet daar kijken. Daar. Rob you blind. Give me that shit. See you around, big guy. Oh.
We mogen weer. Go to the building where the deal is taking place. Mooi. We hebben nog meer te doen vandaag. Hoppa. Hey, hier ken ik het wel. Dit was helemaal uit het begin. Van GTA 4. Je zat er steeds ook hier. Hier is met het pretpark in de buurt, of niet? Of lijkt het er alleen, maar op? Goed gedaan, Lars. Het lijkt er alleen maar op. Hier is toch, nee, hier is toch het pretpark in de buurt, of niet? Hier is toch dat pretpark... Jawel, hier moet dat pretpark zijn. Als we er zo meteen klaar zijn met die missie, dan gaan we even in de draaimolen. Johnny, heb je verdiend. Hoppa, kijk, nou zijn we er. The apartment is on the third floor. Ja, en? En dan? Hoe komen we daar boven? Via deze deur? Ja. Nice. Shotgun. Voor mij. Geef maar. Dank u. Wat voor andere shotgun hebben we? Deze. Deze is veel te... Ik wil deze. Geef me deze. Goed zo. Deze is veel cooler. Kijk. Woehoe. Echt zo'n combat ding is dit. Die andere met die afgezaagde loop, die was zo... Bleh. Dat was zo niks. Oh, dan zijn we hier. En nu? Wait here for Nico en Playboy X. Oké, okay, vet. Komen die eraan of niet? Oh ja, daar is die. Nico, Matty. Nico is mijn vriend. Waarom moet ik hier nou wachten? Hey, you ready? Sure, let's do this. Nothing like selling some dope to let you know you're alive. Let's go. Mm-hmm. Yeah, let's do this. Let's do this thing. I can set this baby to detonate, but I still can't use a piece with these hands. Oh, deze missie. Oh, die ken ik nog wel. Die ken ik nog wel, die gasten. Hebben we? Hij was toch die politieagent, of niet? Ja, hij was die... Ja, zie je wel, hij was die politieagent. LCPD, wat wil je nou, hè? Oh, recht voor zijn gezicht. Recht voor zijn hoofd. Jij ook. Oh, ik heb zijn helm eraf geschoten. Dat is ook wel knap. Eppa. Serieus, wat zijn jullie lastig? Oh, jij bent er ook nog. Wat zijn er een hoop, joh, in één keer. Oh, ik kan ook doorschieten. Hoppakee, zegt dat aan heren, joh. Komen ze nu mee aanzetten. Oh, mis. Hoppa! Ga je nog opstaan of niet? Heb ik nog, kan ik nog iets gooien? Heb ik nog een ander wapen? Want het is echt niks namelijk, deze shotgun. Kom, Shiny, we gaan er heel voorzichtig vandoor. Heel voorzichtig, heel langzaam. Dan breekt het lijntje niet. Hey, nice! Body armor, geef maar. Dank u. Die kunnen we goed gebruiken. Wat zijn ze hier aan het doen trouwens? Er is hier iemand goed ongesteld geworden. Maar daar zijn we hier niet voor. We zijn hier om agenten uit de buurt te ruimen. Hoppakee. Recht voor zijn bakkes, jongen. Jij ook, recht voor je bakkes. Kom hier. Ik heb liever dit wapen dan die andere, hoor. Die shotgun. Waar kom jij nou in één keer vandaan? Weet je niet dat het heel onbeleefd is om mensen in hun rug te schieten? Echt ontzettend onbeleefd, meneer de politieagent. Geef me trouwens jullie wapens maar mee. Die kan ik goed gebruiken. Deze, hoppa. Neem ik jouw wapen mee. Die is net even wat sterker dan het andere wapentje wat ik heb. En dan moeten we hier nog proberen weg te komen. Hoe gaan we dat nou weer doen? Ik heb het idee dat het overal stikt van de politieagenten. Waar moeten wij? Naar boven of naar beneden? Mijn motor staat beneden. Al die politieagenten zijn ook beneden, dus dan moeten wij ook naar beneden, denk ik. Anders hadden ze wel boven gestaan. Kom, Shiny, even een beetje doorlopen, jongen. Hebben we er meer te doen vandaag? Ja, zie je wel. Hoppa. Recht voor zijn cojones. Oh, dat is een palaatje. Dat werkt niet. Hoppa, recht voor zijn gezicht. Op zich is het niet eens heel moeilijk om ze een headshot te geven. Dat valt op zich best wel mee. Die gasten hebben extra armor aan. Kijk, gewoon één keer bam voor hun voorhoofd. En dat is natuurlijk niet gepantserd. Dat werkt prima. Geef me je wapens eventjes. Dank u. Je kan je hele wapen wel leeg schieten op een kogelvrije vest. Maar dat werkt niet zo goed. Niet zo schelden, Johnny. Dat heb je niet geleerd van je lieve moedertje, hè? Jouw moedertje heeft je geleerd om netjes te zijn. Zullen het hier ook wel een heleboel zitten? Ja, hoor. Serieus, jongens, we zinnen ze wat anders. Lose the cops. Oh, prima. Uh-oh. Bijna dood. Ik moet er hier vandoor. Ik moet er vandoor.
Er staat toch een auto, die moet ik hebben. Geef me die auto. Geven ze mir das Auto und schnell. Dus ik krijg de allertraagste auto uit het hele spel, maar dat maakt niet uit. Geef me dit ding. Joehoe, dag jongens. Laters. Misschien op het die Vincent van je rijden, Johnny. Goed zo. Beetje tempo maken, jongen. Oh shit, ze hebben een helikopter. Daar zijn ze er niet bij. Hoi meneer. Oh, weet u niet dat het heel ongevaarlijk is om zomaar de weg over te steken? Voor het geval dat u dat niet wist, dan weet u het nu. Het is echt link. Zeker als Johnny rijdt. Zo, dan gaan we gewoon hier staan. Uh-oh. Ze hebben me gezien. Niet goed. Andere kant op. Dat is een hekje, Johnny. Ook niet goed. Komt natuurlijk door de helikopter. Hè, fijn. Ga weg met die helikopter. Hij is eng. En lelijk. Ook nog eens een keertje. Als je me erachter volgt, zorg in ieder geval dat je een coole helikopter hebt. Eentje met raketten en zo. Niet zo eentje met alleen maar van die vleugels die op en neer gaan. Daar heb je niks aan. Hoppa. Scheisse, daar zitten er ook nog een paar. Maar ik moet die kant wel op, want anders komen we bij de zee uit. Dan heb ik helemaal geen kans meer. Nee, ik ga niet stoppen. Omdat jij dat vraagt zeker. No way. 3 sterren, kom op. Luister, moet aan het ontsnappen zijn. Anders heeft het helemaal geen zin dat je binnenkort een rampage gaat doen. Niks, pull over. Pull jezelf maar over. Heb je nog wat beters te doen? Uh-oh. Oh shit. Oh scheisse. Hoe kom ik hier weg? Ik zit ook echt in een val. Nee! Ik zit in een val. Ik heb mezelf in een hoekje gedreven. Not goed. Ja, fight me. Je gaat er goed aan, Johnny. 1 kogel, je bent dood, jongen. 1 kogel, je bent dood. Oh, pijnlijk. Oh, so close, Johnny. Zo ontiegelijk close. Buyers Market, we gaan hem de volgende keer opnieuw proberen, jongens. Voor nu ga ik jullie vragen. Volg me even op Twitter. Staat zometeen de naam in beeld. Moet gewoon even opzoeken en dan lekker volgen. Hartstikke handig. Krijg je automatisch de nieuwste afleveringen van Vaco Games in je timeline. Vergeet niet om een groen duimpje te doen. Als je dat nog niet gedaan hebt, heb je natuurlijk ook al gedaan. En dan zie ik jullie morgen weer terug bij meer The Lost and Damned. En dan gaan we deze missie gewoon opnieuw proberen. Mazzel!